Ja, vrienden, ik heb het hier wel eens. Gaat natuurlijk over woke. Ja, wij met elkaar. En we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, ja, dat is een, wat een rare beweging is dat. Hè? En dan moesten we dan ook wel om lachen met z'n allen. En soms ook niet. En dachten we vooral, moeten we toch een beetje vooruitkijken. Maar in ieder geval, we dachten dat we het allemaal wel gezien hadden. Maar het kan altijd weer erger. Wat denk je van het volgende? Ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar GroenLinks in Nijmegen, die hebben besloten dat ze een cursus gaan geven. Ja, een trainingsavond. Ja, voor de GroenLinksers, voor het woke gebeuren. Zodat ze goed beslagen ten ijs komen op feestjes en verjaardagen waar jullie en ik zijn. Zeg maar, wat zij dan noemen, weet je wel, rechts-Nederland. En want wij zijn eigenlijk heel erg dom. Wij zijn van die dommers, weet je wel, in hun ogen. Ja, en wij moeten eigenlijk bekeerd worden, zou ik maar zeggen. Ja, wij moeten op het rechte pad gezet worden, zoals ze dat vroeger deden, weet je nog? De katholieke kerk, die stuurde gewoon missionarissen naar Afrika. Weet je wel, dan moesten de heidenen, die moesten het licht gaan zien. Ja, en dat gaat dus GroenLinks doen. Ja, en die hebben dan een avond en dan komt de voorzitter van die club daar en dan komen er ook nog leden en die spelen dan, moet je nagaan, komt een hele rollenspel. Zij spelen dan ons, zou ik maar zeggen. Hè? Wij met onze, ja, wat wij vinden, onze verstandige ideeën. Nou, in ieder geval, binnenkort ga je ze waarschijnlijk dus tegenkomen dan op een verjaardag. Hè? Of op een feestje. En daar komt dus zo'n figuur dan. Ja, en die gaat jou vertellen dat het asielbeleid geweldig is. Nederland is nog lang niet vol. Nee. En dat wij ook met hun op de A12 moeten gaan zitten als een stelletje klimaatkneuzen. Ja, dat gaan we allemaal horen. En dat de Noordzee nog veel meer windmolens kan hebben. Ja, dat gaan ze ons allemaal vertellen. En dat er nog veel te weinig watjes zijn van de watjesgeneratie. En dat woke nog veel meer woke moet worden. Allemaal dat gaan we dus horen binnenkort, vrienden. Ja, 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 ja. Dat worden lollige tijden. En ik zei het al, dat woke, dat kruipt onder de huid van Nederland. Maar nu gaan ze zich ook nog eens een keertje als een stelletje Jehovah-getuigen gaan ze door het land heen om hun geloof te verspreiden. Nou, vrienden, ik heb maar één tip hoor. Hey, als jij zo'n Jehovah-getuige tegenkomt, dan moet je dat net doen zoals wij dat vroeger ook met de Jehovah-getuigen deden. Hey, vriendelijk glimlachen en boem, de deur dichtgooien.